Kamerleden die het coronadebat moeten voeren, die staan op scherp. Ja, vanmiddag om 14:15 staan ze in de politieke arena om te bediscussiëren hoe we nou, wat we dan precies moeten met de gisteren aangekondigde maatregelen. En dat zien we ook eigenlijk online al terug. Ze zijn vroeg wakker en ze storen zich vooral aan de coronapas, bijvoorbeeld op het sportveld, in de sportschool of op het terras. Op Twitter zien we Jan Paternotte, Kamerlid voor D66, natuurlijk onderdeel van ons demissionair kabinet, die partij. Terecht neemt kabinet deze maatregelen. Water staat voor de ziekenhuizen aan de lippen en de zorg voor talloze hartpatiënten en kankerpatiënten komt nu in gevaar. Door de uitbreiding van het coronatoegangsbewijs blijft alles open voor iedereen. Maar de vraag is, wat als dit niet genoeg is? Hij kijkt dus vooral vooruit vandaag. We lezen ook verontwaardiging, bijvoorbeeld bij JA21-Kamerlid Nikki Pauverweij. Wij waren tegen de coronatoegangspas en we blijven er tegen. Het is voor ons dan ook onbespreekbaar om deze verder uit te breiden naar het werk. Werken is geen vrijblijvende keuze. Mensen in hun inkomsten ontzeggen op basis van hun vaccinatiestatus is onacceptabel. Nou, Geert Wilders die verwoordt het nog iets scherper. Houd op met dwingen, pushen en uitbreiden van die vreselijke coronatoegangsbewijzen. Pure schijnveiligheid en had maar miljarden geïnvesteerd in meer zorgcapaciteit en verpleegkundigen dan in asielzoekers. Wat kunnen we verwachten van dat debat vandaag? Waar moeten we op letten? Nou, het is dus duidelijk welke partijen er tegen zijn. Dat zijn eigenlijk is de gehele oppositie. En het is de PvdA die er nog twijfelend in staat. Die zich volgens mij door het debat vandaag wil laten overtuigen. Die hebben nog niet echt een heel duidelijk standpunt ingenomen. Dus het wordt echt nog wel spannend of het er doorheen gaat komen. Want het was al alleen al het invoeren van het toegangsbewijs zelf. Was al gedoe. Dat was al net, heeft het kabinet het doorheen gekregen. Dus het feit dat het wordt uitgebreid maakt het natuurlijk alleen maar ingewikkelder. En hoe zit het met de ChristenUnie in dit verhaal? De ChristenUnie is ook een duidelijke tegenstander. Dat zijn ze vanaf het begin af aan ook geweest. Dus dat is ook, wat ik al zei, die uitbreiding maakt het er niet op dat ze daar opeens dan wel voorstander van zijn. Dus nee, die zijn ook tegen. Dus het blijft bij de CDA, VVD, D66. Ja, dus ze hebben de oppositie nodig. Ja. Een partij in ieder geval, misschien wel meerdere, ja. Om het voor elkaar te krijgen. Precies. Ja. En wat dus als dat er veel aan toe gaat en het haalt geen meerderheid, dan gaan deze maatregelen niet door? Nou, dat maakt het spannend, want dan inderdaad, dan zou je denken, dan gaat het niet door. Maar dat is natuurlijk altijd, dat is hoe het politieke spel gaat en ook in zo'n debat. Dan ga je kijken naar kunnen we de PvdA, waar kunnen we dus in tegemoet komen? Want de PvdA gaat ook niet onvoorbereid in zo'n debat staan. Dus die zullen ook een lijst hebben met van, waar zien wij dan wel mogelijkheden? En hoe kunnen we dan voor zorgen dat we... Het is ook een partij die denkt, we willen die verantwoordelijkheid nemen. Mm-hmm. Als dit nu een stap is, waardoor we hopelijk wellicht ervoor kunnen zorgen dat het beter gaat de komende 2 weken, dan willen we die verantwoordelijkheid wel nemen. Maar moet het kabinet dat wel aantonen dat het ook zo gaat zijn? Wordt wel spannend dus. Ja.